We zijn vandaag op Night University Junior. Het is een wetenschapsfestival speciaal voor kinderen. Bij de universiteit. Ouders, verzorgers en broertjes en zusjes die mogen ook allemaal mee. Ja, het is heel leuk en het is ook leerzaam. Kinderen die kunnen alles komen beleven. Ze kunnen meekijken met onderzoekers, workshops doen, robots zien, eye-trackers bekijken. Er zijn heel veel leuke dingen te doen. Jullie hebben al van tevoren ingevuld waar we straks nou allemaal naartoe moeten. Druk gevuld programma. Het is heel belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met hoe de universiteit van binnen uitziet en wat wetenschappers allemaal doen. Ja, het is gewoon super interessant om te mogen kijken. Wat komt daarna of welke richting kun je op? Ik heb straks nog een meet and greet van Quinn. We hebben het gehad over haatreacties. We hebben het gehad over wat je beter wel en niet van jezelf kan posten. En wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben voor iemand. Dat ook nog op een hele grappige en interactieve manier. Dus super. Dit was echt heel leuk. Wat is jouw talent? Dat willen we nog echt zien. En ik heb hier dus de hele avond gezeten en kinderen konden vragen aan mij stellen. Vragen over de hersenen, waarom de regen uit de lucht komt. Hele leuke gesprekken gehad vandaag.